Kom bij de bende van de zwarte Johannes, die van de witte veren welde. Slechtste man is grove stelen, ja te erger dan dat de bende bij de bende. Ja, dan maar de alles, vatten, dan maar de alles, vatten, dan maar de alles, vatten. Van pijnscheuten is alles in gereedheid. Yeah, alles loopt gesmeerd hier. Opponent, hoe is uw naam? Niks mee te maken. Niks mee te maken, zegt u. Van pijnscheuten? Ja. Yeah. Ga je gang. Oké. Okay. ja. Lucretia de heidinnen. Lucretia de heidinnen. Staat genoteerd. En wat was de naam van uw vader? Zult u nooit weten. Van pijnscheuten? Ja, dat is goed, hè. Ja, draai maar even door, hoor. Go! Kunt u dat nog een keer herhalen? Co. Co de heidinnen. Lucretia de heidinnen. U bent de afgelopen drie maanden, 3 maal gegezeld. Te weten, 1 keer in Maastricht. Nou. 1 maal in Koblenz en 1 maal in Brugge. Voor diefstal van brood, kledingstukken en stof. Mijn vraag aan u is, waarom heeft u uw leven niet gebeterd? Omdat je men in een kwaaie aard stikt. Daarom niet. Omdat in u een kwade aard stikt. Ik begrijp dat uw man bij u is weggelopen. Ook al, ja. Aha. Bij het vorige verhoor heeft u 37 inbraken bekend. Dat is bekend bij de rechtbank. Mijn vraag is, wat zijn de namen van de helers die bij deze inbraken betrokken waren? Spreekt u? Niks mee te maken. Niks mee te maken? Nee. Dan komt er ginnen over mijn lippen. Van pijnscheuten? Ja. Eruit u maar, hoor. Ja, dat doe ik graag. Nee. Stoppen! Stop!
Stop! Rij maar even door van Pijnscheuten. Willem! Willem op de Loonse Dijk! Willem op de Loonse Dijk? Peter de Post! Peter de Post! Stop! Peter de Post! En wie nog meer? Spreek! Pijnscheuten. Jan! Ja, stoppen! Jan de Schoenmaker! Jan de Schoenmaker! Jan! Jan de Schoenmaker. Schoenmaker. Staat genoteerd. Van de vrouwenkiesport, een wasbeek. En die maakte de schoenen voor iedereen. Voor alle rovers. In de plek. Aha. Ja, en verder? Van Pijnscheuten. Nee, wees. Kunt u weer een klein stukje terugdraaien? Oh, ja, vooruit. Verdachte heeft bewustzijn verloren. Iets verder terug nog. Ah, er komt alweer geluid uit. Oef. Verdachte, bent u er weer? Mijn volgende vraag is... In het kamp van de heidenen, hoe groot zijn de aantallen mensen daar? Twee. Twee? Daar geloof ik helemaal niets van. Van Pijnscheuten? Twee, zei u, hè? Twee. Ja, nogmaals een slagje. 200. Of 200. Misschien wel 300. Aha. Of 300. 300, staat genoteerd. Als je maar weet, hè? Als je maar weet, Gulli, hè? Dat daar ook elk jaar een grote schep geld gooi. Naar van mensen zoals jullie, naar de schout van Capelle. Omdat hij ze de mond dicht houdt. Even door. Hè? De schout van Capelle is zo corrupt als iets. Maakt u hier een eind aan, meneer van Pijnscheuten? Ja, is goed. Ah. Dan wil ik bij deze... het gerecht, het advies geven... om Lucretia de Heidinne, geboren te Amsterdam... om het leven te brengen door ophanging en wel... aan den allerhoogste galg van de Teteringse Heide. En dus zal geschieden.